ik blijf bij je. Ja, ik ga me verstoppen, zegt hij dan. Ik ga onder het bed liggen. Ik zeg, dan gaan we samen onder het bed liggen. Ja. En op die manier probeer je dan ook de paniek bij de bellen weg te halen. Ze dalen eigenlijk af van de uit die paniekboom. En daardoor kan ik ook gerichte vragen meteen gaan stellen. Omdat ze dan ook openstaan om vragen te ontvangen. Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt. Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explo van het AT gaan. Leuk dat je luistert of kijkt naar de politiepodcast Boeiend. En het is zover. In deze aflevering gaan we eindelijk naar de meldkamer. En om het verhaal van de meldkamer te illustreren is bij mij te gast Mark. Welkom. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, superleuk dat jij hier bent en jouw verhaal en expertise met ons wil delen. Graag. Laten wij beginnen bij het begin. Wie ben jij en wat doe jij bij de meldkamer? Nou, als je zegt, ik ben Mark. Ik werk sinds 2011 op de meldkamer hier in Rotterdam. Daar ben ik centralist. Zowel voor de intake, dus het aannemen van de telefonie, als de uitgifte. Het aansturen van de eenheden op straat, uitgeven van de meldingen. Ik ben ACO. Komen we wel op terug, hè? Al die afkortingen gaan meteen al de mist in voor de luisteraar. Ja. Dat doe ik. Daarnaast ben ik verbindingsspecialist bij de ME. Dus ik ga ook nog wel eens mee naar buiten. Zeker bij grote inzetten, demonstraties, internationale voetbalwedstrijden of evenementen, noem het maar op. Ik doe presentaties intern voor collega's, ook voor studenten, om ze mee te nemen in wat voor eenheid kom je nu te werken eigenlijk. En wat voor werk doet die meldkamer? Uit die hoedanigheid zit ik dus ook hier. Ja. En wat heb ik nog meer gedaan? Ja, ik doe daarnaast zit ik nog in diverse werkgroepen en 9 jaar in TCO gezeten, 10 collegiale ondersteuning. Kortom, vooral in de breedte actief. Niet niks. Nee, en nog een stukje medezeggenschap. Nou, daar ben ik helemaal. Kijk eens aan, joh. Zo. Nou, goed dat jij er bent. Voor de luisteraars, mocht je nou een afkorting horen die we niet genoeg uitleggen. We hebben onderin in de beschrijving van deze podcast een lijstje met allerlei afkortingen die je in deze podcast te horen krijgt. Want we ontkomen er niet aan om sommige afkortingen toch te noemen zoals wij ze ook gebruiken. Precies. Jij zei net al ACO. Wat is dat en wat doe je dan bij de meldkamer? Ja, als ACO, je bent dan de assistent coördinator. En je zorgt vooral voor de werkverdeling en de sturing op de meldkamer. Ja. En daarboven staat dan weer een officier van dienst meldkamer die het dan vervolgens weer helemaal monitort. Ja. Wij noemen de meldkamer het OC, ja. Het operationeel centrum. Wat kan je vertellen over de meldkamer? Wat gebeurt daar en hoe is dat ingericht? Nou, om dan maar even een stapje te maken. We bestaan sinds enkele jaren als nationale politie. En de nationale politie is opgedeeld in regionale eenheden. Daarvan is Rotterdam er één van. En dat is een eenheid die vroeger die eigenlijk samengevoegd is uit de voormalige politiekorps Rotterdam-Rijnmond en het voormalige korps Zuid-Holland-Zuid. En die meldkamers van die twee korpsen zijn toenertijd ook samengegaan bij de nationale politie. Dat heeft dan fysiek plaatsgevonden in 2018 voor ons. En is dus eigenlijk een hele grote meldkamer geworden. Het is echt een operationeel centrum geworden. Waarin naast het meldkamerwerk, aannemen en uitgeven van meldingen en incidenten, nog een tak aansluit op de meldkamer. En dat zijn de collega's van het Real-Time Intelligence Center. RTIC. En dat zijn informatierechercheurs. En die zijn er in de loop der jaren bijgekomen. Omdat zij gewoon een hele belangrijke ondersteunende taak hebben voor de veiligheid van de collega's op straat. En de gevaarzetting in te kunnen schatten van een incident. Of met wat voor locatie we te maken krijgen. Of wat voor personen, et cetera. En er zitten niet alleen politiemensen, toch? Op de... Nee. Tenminste, politiemensen in die zin. We zijn allemaal natuurlijk beëdigd. Dus officieel zijn we politieambtenaar. Maar er zitten collega's bij die, waaronder ik zelf, ik heb niet op de academie gezeten. Ik ben in de loop der jaren blauw geverfd. Wordt meteen wel eens de vraag gesteld, is dat dan een probleem? Nee, ik denk niet dat dat een probleem hoeft te zijn. Sterker nog, ik vind het geen probleem. En waarom niet? Zolang ik me bezighoud met mijn specialisme, het meldkamerwerk op zich. En ik de collega's op straat zoveel mogelijk ga voorzien van informatie ten behoeve van hun veiligheid. En als ik me niet inhoudelijk ga bemoeien hoe zij moeten handelen, hoeft daar totaal geen probleem te zijn. Nee. En dat zien we ook eigenlijk dagelijks terug. Want over het algemeen, natuurlijk gaan de dingen niet altijd goed.
waar mensen werken, worden nu helemaal fouten gemaakt. We streven naar 100%. Hè, want zeker wij in ons vak leggen de lat gewoon hoog voor onszelf. Ja. En dat lukt niet altijd. Nee. Want het is mensenwerk. En behalve het politieonderdeel van het OC, zijn er nog andere onderdelen, klopt dat? We hebben een gemeenschappelijke meldkamer. Dat inhoudt dat de meldkamers van de naast de politie, dus ook de meldkamer van de brandweer en de ambulancedienst, allemaal in één ruimte zit. Moeten we eigenlijk een stukje terug in de geschiedenis. Er zijn ooit twee grote incidenten geweest, waaronder bijvoorbeeld de Volendamramp. Daar heeft men heel hard zijn best gedaan. Er zijn ook organisatorisch een aantal dingen niet helemaal goed verlopen. En uiteindelijk zijn daar de gemeenschappelijke meldkamers uit ontstaan. Met name omdat dan de communicatielijnen korter op elkaar zitten. En dat we ook sneller kunnen communiceren met elkaar. Als iemand nou 112 belt, wat gebeurt er dan? Waar kom je dan terecht en hoe gaat dat in zijn werk? Op het moment dat je 112 belt met een op het moment dat je 112 belt met een vaste lijn of met een mobiele lijn, hebben we het in Nederland zo geregeld dat je technisch uitkomt in de landelijke meldkamer, die staat in Driebergen. En daar stelt men de vraag: wie wilt u spreken? Politie, brandweer of ambulance? En in welke woonplaats? Op het moment dat je dus bijvoorbeeld voor onze eenheid de woonplaats Roon noemt, of Kapel aan de IJssel of Hoek van Holland, dan word je doorverbonden met de meldkamer in Rotterdam. En in dit geval vraag je om de politie, dan krijg je de politie. Vraag je in de stress om de ambulancedienst, omdat je de politie had moeten hebben, word je doorverbonden met de discipline waar je om vraagt. Ja. Men gaat daar vervolgens dus, zoals het heet, monodisciplinair uitvragen. Dus voor hun eigen discipline. Mocht je dus per abuis verkeerd verbonden zijn, gaat die ambulancedienst je toch wel doorverbinden naar die politie. En kan vervolgens de intake plaatsvinden, dus het aannemen van het incident. Wat meld je? Wat is er aan de hand? En dan zit jij daar als centralist, dan neem je de telefoon aan. En wat doe jij dan als jij een 112 melding binnenkrijgt? Zal ik in eerste instantie vragen wat de adres van het noodgeval is. Dus waar vindt er iets plaats? De techniek is zo dat op het moment dat de telefoon gaat, de systemen waar wij in moeten werken, of waar we het allemaal in loggen, dat opent automatisch een scherm voor mij. Daarin krijg ik meteen gegevens van de beller te zien. Als je 112 belt, ben je nou helemaal niet anoniem. En dat is niet raar, want je belt een noodnummer. Dus het is belangrijk ook dat we dan je gegevens hebben. En vervolgens ga ik uitvragen waarvoor je ons belt. Wat is er aan de hand? Bel je voor bijvoorbeeld omdat er bij je wordt ingebroken? Bel je omdat je een ongeluk hebt zien gebeuren waar gewonden bij zijn? Bel je omdat er ruzie is bij de buren en je hoort heel erg geschreeuw, gehuil, gegil? Nou, dat zijn 112 waardige meldingen die we onder andere binnenkrijgen. En dan? Dan zet jij dat in het systeem? Van nou, inderdaad, steekpartij, weet ik het wat, verdachte loopt nog rond. Je gaat zoveel mogelijk informatie natuurlijk uitvragen. Ja, zeker in het voorbeeld wat je aangeeft. Bij een steekpartij wordt het heel erg belangrijk om vervolgens nog te weten, is de verdachte nog aanwezig? Zijn er gewonden? Zo ja, hoeveel gewonden? Dat ik meteen de ambulancedienst eigenlijk in datzelfde systeem kennis kan geven. Door één klik wordt meteen die ambulancedienst in kennis gesteld. In een heel extreem geval zouden zelfs nog brandweer bij moeten komen. Kunnen we die dus ook meteen activeren. Juist om met z'n allen in hetzelfde verhaal te komen. Ja. En op het moment dat ik dus ga uitvragen, kan ik ondertussen mijn melding al doorgeven naar de uitgiftecentralisten. Het is een beetje een technisch verhaal. Maar we gaan toch straks naar de meldkamer. Dus kan ik meteen laten zien hoe iedereen zit. Maar ik doe de intake dan van het incident. Ik zet de melding in het computersysteem door naar mijn collega de uitgiftecentralist. En die gaat de auto of auto's al aansturen, de eenheden. Terwijl ik nog aan het uitvragen ben. Ah. Dus de auto's zijn al aanrijdend. De collega's kennen misschien wel de term van u moet rijden naar Coolsingel. Aanrijding Letsel. Info volgt, dat betekent dat de intake nog gaande is. Ja, dus jij hoeft niet eerst 20 minuten of 3 minuten, wat ook al heel lang kan zijn, zeker uit te vragen voordat jij een keer klaar bent. Nog, we zijn formeel zelfs aan spelregels gebonden. Bijvoorbeeld een prio 1, daar moeten wij als politie reageren binnen 15 minuten. Die teller gaat lopen op het moment dat wij de telefoon opnemen. Ja. Dus niet op het moment dat die auto gaat rijden, nee, dan loopt de teller al. Ja. Ik moet, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd binnen 2 minuten zelfs de melding al hebben opgemaakt en compleet uitgegeven hebben. Dus je moet best wel een coole kikker en ook nog eens een multitasker zijn voor het werk. Eigenlijk wel. Best heftig.
heftig, maar het is zo'n mooie klus. Ja? Ja, het is echt een gave baan. Ik ben heel erg benieuwd om die wereld in te duiken. Maar voordat wij het meer over jouw werk gaan hebben, willen we natuurlijk eerst meer over jou te weten komen. En dat doen we in het verhoor. Het verhoor. Wat is het leukste aspect van jouw werk? Het leukste aspect aan mijn werk is aardig tweeledig. Sowieso werk je met mensen die je hulp verleent. En het tweede aspect wat ik heel intrigerend vind, is dat ik heb maar één instrument waar ik mee werk als hulpverlener. En dat is mijn stem. En met die stem moet ik duidelijk maken dat ik iemand hoor, of dat ik iemand begrijp, of dat ik heel erg aandacht wil van iemand, dat hij echt naar mij moet gaan luisteren. De collega's op straat, daar doen we vooral de non-verbale communicatie mee. We wijzen een plaats aan waar iemand moet gaan staan. We geven een stopteken bijvoorbeeld. Mensen die misschien nu zitten te luisteren naar de podcast. De een zit met de armen over elkaar. De andere die zit met zijn hand onder zijn hoofd ondersteund. De volgende zit misschien wel met zijn koptelefoon zo op. Dat is allemaal non-verbaal. Dat hebben wij helemaal niet uit die meldkamer. Echt één instrument, die stem. En daar kan je echt heel veel mee doen. Verrassend veel. Maar tegelijkertijd is het ook dat de beller ook echt kan merken of jij ook oprecht luistert en oprecht hoort wat er gezegd wordt. Ja. En dat is een mooi fenomeen. Als jij niet bij de politie zou werken, wat voor werk zou je dan doen? Ik ben eigenlijk iemand die later op leeftijd bij de politie gekomen is. En daarvoor heb ik onder andere in de detailhandel gestaan en in de horeca. Dus dat zijn vakken die ik ken. Dus als ik hier weg zou gaan, zou ik daar terugvallen. Maar ik vind het lesgeven eigenlijk ook wel erg leuk, heb ik ontdekt. Ja. Dus misschien dat ik die kant nog wel zou op willen als het daar nog eens een keer een mogelijkheid voor zou zijn. Ja. Werk jij nou het liefst in de ochtend, in de middagavonddienst of in de nachten? Nou, ik zou heel eerlijk zeggen, ik ben helemaal geen liefhebber van die ochtenddienst. Als ik het even kan, teken ik. We hebben intekenroosters. Als het even kan, teken ik hem niet in. Maar goed, ook wij hebben met capaciteit te maken. Dus het zal van tijd tot tijd echt wel gebeuren. Maar de voorkeur heeft echt een avond of een late avonddienst. Ik ben meer een avondmens. En als je nou de luxe hebt om te eten op de zaak, wat is dan jouw voorkeursmaaltijd? Nou ja, als ik eet op de zaak, is het meestal magnetronmaaltijdje. Liefste thuis, dan vind ik een Indonesisch rijsttafeltje toch wel heel erg lekker. Ook wel lekker, ja. Welk muzieknummer past het beste bij het werk wat jij doet? Groove Armada, My Friend. We hebben het al even gehad over afkortingen. Weet jij ook een echt gekke politieafkorting? Eentje die jij tot op heden nog steeds raar vindt? Ja, weet je, ik heb erover nagedacht, maar wij werken met zo verschrikkelijk veel afkortingen. En sterker nog, op de meldkamer zitten we zelf nog eens een keer met aparte afkortingen. GDW. Geen idee. Schravendijk wel. Want daar werken wij vooral mee eigenlijk. Met lange straatnamen. Burgemeester Knappertlaan in Schiedam. Burgemeester De Vervre de Montjuliaan. Nou, ga dat maar intikken in het systeem. Daar ben je veel te lang mee bezig. Dus het zijn vooral die afkortingen die eigenlijk het meest in mijn hoofd zitten. Dus binnen de jargon van de politie hebben jullie eigenlijk ook nog je eigen meldkamerjargon? Ja, afkortingen van de straatnamen die we kunnen gebruiken. Ik bedoel, een algemeen jargon binnen de politie is wel bekend. DFP, als je het over een locatie hebt. Droog wel even Fortuinplein. Wat vind jij de mooiste plek van onze eenheid? Ja, dan nodig ik jullie echt uit om straks op die meldkamer te gaan kijken. En dan denk ik dat het uitzicht daar voor zich zegt. Ja, het was een open deur, hè? Dat kon ook bijna niet anders. Verdachte feitjes. Ik heb weer een nieuw verdacht feitje voor jou. En vandaag heb ik weer zo'n leuke politieafkorting. De WPG. De Wet Politiegegevens. Dat is de wet waar wij ons aan moeten houden, zodat wij op een goede manier persoonsgegevens kunnen verwerken voor politiedoeleinden. Want als wij een onderzoek draaien, dan hebben wij natuurlijk gegevens van slachtoffers, verdachten, getuigen. En deze gegevens moeten wij vastleggen in onze systemen. Deze gegevens zijn natuurlijk privacygevoelig, dus daar moeten we natuurlijk op een goede manier mee omgaan. En daarvoor is dus die wet politiegegevens. Ik zie je graag weer bij het volgende verdachte feitje. Tot dan! Jouw vraag. Wij stellen de luisteraars altijd in de gelegenheid om wat vragen in te zenden voor de desbetreffende gast. Voor jou liep het ook storm. Er is heel erg veel interesse in het werken bij de meldkamer. Zowel
als het gaat om jou en jouw rol. Maar ook over mensen die misschien zelf wel bij de meldkamer willen werken. Dus dat is leuk. Laten we beginnen bij het begin. De eerste vraag die ik binnenkreeg. Wat is de meest rare melding die je ooit hebt gehad? De meest rare meldingen? Weet je, dat is best moeilijk om één keer een bepaald incident boven water te halen. Of een rare melding. Alhoewel, een melding, een raar telefoontje. Ik heb wel eens een telefoontje gehad van iemand die tijdens, het was een WK of een EK, dat weet ik niet meer. Het is een tijd terug, maar die belde 1 en 2. En die vroeg om of wij wisten hoe laat de wedstrijd begon. Echt waar? Ja, dat is echt waar. Ja, dat is echt. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, enerzijds ben je verbaasd over de vraag. Twee, denk je, bellen we daar 1 en 2 voor? Dat heb ik uiteindelijk ook tegen de beller gezegd. Weet u wel welk nummer ik bel? Ja, dat weet ik. Dat werd nog echt heel bewust geantwoord. En dan zeg ik, daar ben ik niet van. Ja. Dan ben je ook heel snel klaar. Dan wordt gewoon echt de verbinding verbroken. Ja. Maar daarnaast zijn er best vreemde incidenten. Waarvan je echt denkt van, gaat ons dit gebeuren? Het mooiste incident is eigenlijk, en dat is voor mijn tijd. Kort voordat ik op de meldkamer kwam. Dat was de ontsnapping van Bokito uit Diergaarde-Bijendorp. Ja. Daar waren echt collega's die heel vreemd stonden te kijken toen er werd gezegd, er is een aap ontsnapt. Ja. Word ik nou in de maling genomen? Ja. En dan zie je dus gewoon meer meldingen komen en zie je dat je gewoon echt een heel serieus incident hebt. Ja, ja, ja. Want ik kan me voorstellen, in het kader van de gekke meldingen, daar wordt ook nog wel eens misbruik gemaakt. Soms ook gewoon echt opzettelijk. Ja. Helaas. Komt dat vaak voor? Op dit moment, de cijfers van vorig jaar wijzen uit dat 37% dat is misbruik op de meldkamer. 37%. En dat wordt verdeeld in bewust en onbewust misbruik. En het onbewuste misbruik is bijvoorbeeld broekzakbellers. Heb jij toevallig een iPhone? Toevallig wel, ja. Heb je toevallig wel eens per ongeluk 1 en 2 gebeld? Nee, gelukkig niet. Maar ik weet wel dat als je 5 keer je aan- en uitknop indrukt, dan ga je... Bijvoorbeeld kan je dat activeren. En dus dat is een categorie onbewust misbruik. Ja. Op het moment dat er een telefoon ook open gaat, dan Driebergen of iemand belt naar 1 en 2 en die lijn staat open, dan zal Driebergen de meldingen naar ons doorverwijzen of naar de meldkamer waar het signaal gegeven wordt. Nou, in dit geval laten we de callsignal maar weer meenemen. Is een makkelijk voorbeeld. Bel je onbewust 1 en 2 en de lijn staat open. Dan horen we je lopen over straat. Ja. We horen dat schuiven van je broek. Maar het kan zomaar voorkomen dat jij een open lijn hebt. En dat je op dat moment net langs een speeltuin loopt. Waar kinderen cowboytjes staan te spelen. En er wordt geschreeuwd. En dat de centralist op Driebergen dat interpreteert als misschien wel een ruzie. Ja. Wij hebben altijd de taak om dan toch dat nummer uit te lopen. Ja, want het kan ook zijn dat iemand belt in zijn broekzak, maar wel bewust omdat diegene op dat moment al lopend beroofd wordt of bedreigd of weet ik het wat. Of niet in staat is om vrij uit te kunnen spreken. Precies, ja. Ja. Dus dat zijn lastige situaties. Dat zijn natuurlijk hele lastige situaties. Ja. Ja. En dan wordt natuurlijk ook een uitdaging van hoe ga je communiceren met elkaar. Ja. Ja, dat wordt dan op dat moment ook creatief te werk gaan. Ja. En valt daar dan ook onder iemand die wel de politie wil hebben, maar eigenlijk niet genoeg kennis heeft om in te schatten dat dit totaal geen 112 meldkamersituatie is. Dat is onbewust. Een civiele, een geschil met de baas of een hele simpele lichte geluidsoverlast of iets dergelijks. Nou, je noemt hem eigenlijk al geluidsoverlast. Ik bedoel, zeker nu, hè, we gaan de zomertijd in, de barbecues gaan weer aan. Hartstikke geweldig. Iedereen is blij dat het zonnetje weer gaat schijnen. Beetje van de sombere dagen weg. Maar dat brengt tegelijk overlast met zich mee. Vooral leefoverlast. Ja. En dan hebben we moeite om elkaar daarop aan te kunnen, op aan te durven spreken eigenlijk. Ik bedoel, is best wel eng om dan bij je buurman aan te bellen, terwijl je met een hele gewone legitieme vraag komt. Daar hebben mensen moeite mee. En die gaan dan vervolgens 1 en 2 bellen. Nou, daar is 1 en 2 niet voor bestemd. Dus dan moet je ook vooral naar het andere nummer van de politie. En dat is 0900 8844. Geen spoed, wel politie. En ook daar hebben we een podcast over. Het regionaal servicecentrum. Heel goed. Dat is ook een aanrader. En tegelijkertijd, aan de andere kant van het spectrum heb je ook wel eens mensen waarvan je denkt, had nou alsjeblieft 112 gebeld. Zeker. Ik heb een tijd geleden, toen was ik aan het werk en daar was een inbraak, heterdaad. Verdachten waren weg. En ik spreek die buurvrouw en die zei van, ja, want ik zag gisteravond mannen met zaklampen in de achtertuin schijnen.
Maar daar had ze niet voor gebeld. Het is ook best eng om 112 te bellen. Ja. Dat is niet niks. Nee, het is best een drempel. Wat is nou verdacht? Dat is voor die burger. Ik snap best dat dat moeilijk inschatten is voor die burger. Maar ik kan daarin alleen maar het advies voor de burger meegeven. Volg ook vooral je onderbuikgevoel. Als je onderbuikgevoel zegt, dit is niet goed. Er wordt gerommeld aan die auto. En ik weet zeker dat ze niet de eigenaar van die auto zijn. Dan heb je alle recht om 112 te bellen. Ja. En die centralist zal dan op dat moment echt bij de beller uitvragen wat er precies aan de hand is en wat er speelt. En mocht er nou helemaal geen politiemelding zijn, dan zullen ze dat op dit moment ook aangeven. Ja. Je zal ook echt als beller ervaren, als je 112 belt voor geluidsoverlast, dat de centralist dan heel snel een gesprek zal gaan afkappen. Om te zeggen van belt u naar 0900 8844. Wij zijn hier echt van de 112, van de nood en spoed. Ja. En de mensen die er echt, om in politietermen te blijven, willens en wetens misbruik van maken. Die denken, joh, ik maak een valse melding. Of ik kijk eens even of ik wat politie die straat in kan sturen voor de grap. Kunnen we daar iets mee? Ja, dat kan. Is dat bijvoorbeeld strafbaar? Ja, het is, er zit in ieder geval een strafbaar feit, is het op. Ja? Het misbruik maken van een 112, een noodhulplijn. Artikel 142 van het wetboek van strafrecht, lid 2, om precies te zijn, geeft dat aan. Je hebt je huiswerk gedaan. Ik heb mijn huiswerk een beetje gedaan. En, maar daar kan een maximale straf opgelegd worden van 3 maanden hechtenis. Of een maximale geldboete van categorie 3. En dat is op dit moment €9.000 waard. Zo. Ja. Dus maar dat is het uiterste. Ja, tuurlijk. Maar daar zitten wel een aantal fases aan vooraf. Je noemt net bijvoorbeeld iemand die spannend vindt om de politie of de brandweerambulance aan te komen. Dat zijn vooral kinderen die dat nog wel eens doen. Weet je, en het is niet goed. Maar ik snap best wel dat een kind van 6, 7 jaar oud nog niet helemaal het vermogen heeft, het denkvermogen om te realiseren wat er gaat gebeuren. Stel je eens voor, er is een kind dat belt 112 samen met zijn vriendje. Kom en Niels, zullen we samen 112 bellen? Spannend, gaan we kijken hoe snel ze bij ons zijn. Ja. En dan gaan die kinderen bellen. En dan met een zielige stem erop van... ja, ik zie dat mijn buurman in de gang ligt. En ja, hij beweegt niet meer. En ja, ik zie ook allemaal bloed. Nee, ik kan niet zien waar het vandaan komt. U gaat komen? Fijn. Wat zegt u? De ambulance komt ook. Ja. Top. Ja, ik blijf wachten. En vervolgens hangen ze op. Ja. Nou, de kleine mannen die verstoppen zich natuurlijk of gaan ergens zitten. Maar deze melding zal uiteindelijk opgemaakt worden als een reanimatie. Ja. Het gevolg in Rotterdam is, als er een reanimatie wordt opgemaakt in een woning, gaat er in basis 1 politieauto rijden. Daar zitten 2 collega's op. Er gaat een ambulance rijden. Daar zitten ook 2 hulpverleners op. Dat zijn er al 4. Bij een reanimatie gaat er een 2e ambulance mee rijden. Dat zijn 6 hulpverleners. En de brandweer gaat ook rijden. Die rijden met een tank autospuit. Die zijn bemenst met 6 mensen. Dan zijn er al 12 hulpverleners onderweg. En de burgerhulpverlener wordt in de regio Rotterdam nog geactiveerd. Dus dat betekent dat voor dit grapje er op dat moment 13 hulpverleners onderweg zijn. En dan ook nog eens in een tijd waarin ze over het algemeen niet zitten te playstationen totdat er eens een keer een melding komt. Sterker nog, het is ook gewoon capaciteit wat... Absoluut. Anders. Het heeft echt gaat ten koste van capaciteit. Ik bedoel, zijn we daar bezig, kunnen we niet ergens anders tegelijk ingezet worden. De centralist zal vervolgens moeten zoeken naar een andere beschikbare eenheid die van verder moet komen. Dus dat heeft gevolgen. Ja. We hebben een andere vraag nog binnengekregen. Daar moest ik zelf wel een beetje om lachen. Maar ik denk op zich wel een reële vraag. Wat gebeurt er nou als een centralist plotseling naar de wc moet? Neemt iemand anders dan bijvoorbeeld het werk over? Ja, gelukkig wel. Oké. Gelukkig wel. Een andere vraag die we hebben binnengekregen. Hoe raak je nou niet in paniek als een melder in paniek opbelt? Met andere woorden, hoe hou je nou je emoties onder controle? Je krijgt een opleiding als centralist. Dus daar word je in getraind. Maar het zijn ook eigenschappen van jezelf natuurlijk al die je van jezelf al meeneemt. Je moet toch bepaalde kwaliteiten hebben om op een meldkamer te kunnen werken. Of om überhaupt bij de politie te werken. Dat het wat met je doet als mens? Ja, absoluut. Ja. Maar op dat moment zit je in een professionele modus. En ben je gefocust op het gesprek. En wil je vooral de beller aan de andere kant helpen. Afhankelijk wat men meldt. Bijvoorbeeld iemand die verschrikkelijk in paniek is. Omdat er wordt ingebroken. Ik hoor mensen in mijn huis lopen. Waar bent u zelf? Ja, ik zit op de 1e etage. Ik blijf met je aan de lijn.
ik blijf bij je. Dat is dan vervolgens wat je al sowieso kan aangeven. Ondanks dat ze aan de telefoon zitten. En dat zeg je dan ook vervolgens tegen die beller. Want ik heb alleen maar mijn stem. Ik blijf bij je. Ja, ik ga me verstoppen, zegt hij dan. Ik ga onder het bed liggen. Ik zeg, dan gaan we samen onder het bed liggen. Ja. En op die manier probeer je dan ook de paniek bij de beller weg te halen. Ze dalen eigenlijk af van de uit die paniekboom. En daardoor kan ik ook gerichte vragen meteen gaan stellen. Omdat ze dan ook openstaan om vragen te ontvangen. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je toch wel soms in de emotie kan schieten wanneer je bijvoorbeeld de informatie die je wil hebben niet krijgt. Of dat iemand zo in paniek is dat je dat er niet op jouw vragen wordt geantwoord. Of dat die persoon ook met 10.000 andere dingen bezig is. Terwijl je eigenlijk wil zeggen, joh, blijf nou alsjeblieft. Ik zal scheldend en vloekend even bij de les. Nou ja, weet je, ik kan, als iemand in paniek is en staat te schreeuwen aan die telefoon, dan zit hij hoog in de emotieboom. En dan kan ik hem ook bij gaan lopen schreeuwen. Maar het resultaat is dat we nergens gaan komen. Nee. Dus ik moet echt gewoon lager in die emotie gaan zitten. Echt. En ik moet vooral ook benoemen dat ik hoor dat de beller bang is. Mevrouw of meneer, ik hoor dat u bang bent. Ja. Als jij op straat staat bij iemand die bang is, dan kun je non-verbaal je hand op de schouder leggen, waardoor je al aangeeft, ik begrijp je. Dat heb ik niet, dat instrument. Ja. Dus ik moet het echt, hoe meer ik benoem en hoe meer ik de beller naar mij kan laten luisteren, hoe meer we ervaren dat de beller dan ook echt open staat om iets aan informatie te ontvangen. We hebben ook een vraag binnengekregen, ongetwijfeld van een collega. Welke ergernissen veroorzaken blauwe collega's voor de centralist? En ik denk dat met blauwe collega's dan de collega's op straat worden bedoeld wordt. Ja. Ergernissen, het zit hem vooral in een let op voor collega's op straat. Wat we al zeiden, we werken met mobilifoons en portofoons om met elkaar te kunnen communiceren. En via dat medium communiceren we ook als we zelf misschien in een noodsituatie terechtkomen. Alle eenheden die op straat werken, die melden zich aan middels een roepnummer. En aan de hand van dat roepnummer kunnen wij zien wie je bent en wat voor rol vooral je ook hebt binnen de dienst die je op dat moment vervult. Als jij je niet op de juiste wijze hebt aangemeld, kan ik dus niet zien wie jij bent, bijvoorbeeld. En dat is vooral echt een let op voor collega's. Ja. Altijd op de juiste wijze aanmelden. Vind jij het zwaar werk? Nee, ik vind het, weet je, ik vind het zo'n mooi beroep en echt zo gaaf om die meldkamer te werken, dat de zwaarte van de incidenten het daardoor voor mij makkelijker maakt eigenlijk. Tuurlijk is het zwaar. Tuurlijk raakt het mij als ik een kindje huilend aan de telefoon krijg die echt letterlijk zegt, wil je me komen helpen? Papa en mama hebben ruzie. Dat kan me raken. Ja. Ik voel ook nu eigenlijk dat is geen grap. Het voelt echt kippenvel. Kippenvel. Ja. Weet je, en dat zal ook ongetwijfeld hebben te maken met referentiekaders die we allemaal hebben. De een kan door een bepaald incident sneller geraakt zijn dan de ander. Maar wat vooral zwaar is, zijn de incidenten waar mensen hun laatste woorden uitspreken. Want ook die mensen komen vaak bij ons. Dat zijn mensen die het zwaar hebben. En door omstandigheden leven niet meer zien zitten. Daar krijgen we contact mee. Maar we kunnen ook contact krijgen met mensen die opgesloten zitten in een huis of in een flat waar brand is. En er niet uit kunnen komen. Ja, dat is zwaar. Ja. En wat mij zo moeilijk lijkt van het werk op de meldkamers, je blijft op die meldkamer. Ja, dus op het moment dat zeg maar een heftig incident, als je dat hebt gehad, dan leg je de lijn neer. Dan moet je als centralist eigenlijk ook meteen op je knop maak bezet drukken. Even weer down to earth komen, ook in het kader van welzijn. Hoe gaan jullie daarmee om met welzijn? Nou, dat staat wel hoog op de lijst. Kijk, al die meldkamercentralisten die zitten op de meldkamer, die ontvangen de meldingen echt puur individueel. Als de telefoon wordt opgenomen wordt door een centralist, heeft die centralist op dat moment als enige de beller aan de telefoon. Het speelt zich allemaal af op de headset. Ja. Op het moment dat daar dus een melding wordt gedaan, gaat die centralist zich ook een plaatje inbeelden in zijn gedachten. Aan de hand van de informatie die de collega in het incident noteert,
kan de ACO van dienst of die officier van dienst over de OC kan dan al zien dat het best wel een pittig gesprek kan zijn. Nou, dan kunnen we vervolgens de collega's van Team Collegiale Ondersteuning activeren, TCO. En dat zijn collega's die zijn geschoold en getraind om dan de eerste lijn opvang te doen van de collega's. Hoe heb je het ervaren? Wat doet het met je? Wat doet het op dit moment met je? Nou, dat soort dingen, vooral monitoren. Ja. Dus er is wel echt zorg en aandacht voor de mentale belasting van het werk. Het aanbod van incidenten is groter dan wij kunnen verwerken. Ik bedoel, het aantal telefoontjes wat we krijgen, zo rond de 2500 per 24 uur, dus het is echt een hoop. Ja. Daar gaat de centralist uiteindelijk uit filteren of het überhaupt een politieincident is en of we gaan komen. En als we gaan komen, in wat voor prioriteit gaan we komen? Dus er zitten al een aantal verantwoordelijke taken in voor die centralist. Nou, dan is het inderdaad een zwaar gesprek intake. Ja, dan moet je even stoom afblazen. Ja. Want net zoals dat je in het voertuig die adrenaline opbouwt, doe je dat op je meldkamer ook. Ik heb ooit een incident gedraaid, een grote achtervolging. En daar heb ik een paar uur voor gezeten achter elkaar, achter de knoppen. Nou, ik stapte van de stoel af met zweet op mijn rug, letterlijk. Ja, ja. Je zit zo gefocust en gespannen te luisteren naar het incident of de intake naar die heftige melding. Ja, je wil gewoon verschrikkelijk graag je best doen. Ja. Dan wordt dus ook belangrijk hoe de afloop van een incident is. Dat is echt een heel belangrijk iets voor een centralist. We hebben daar ook een vraag over gekregen. Want hoe zit dat met de terugkoppeling? Krijgen jullie daar ook informatie over hoe het is afgelopen? Ja, en zo niet, dan kunnen we natuurlijk altijd contact leggen met het district waar het incident zich afgespeeld heeft. Van joh, wat is de stand van zaken? Is er wat meer? En wat misschien altijd vaak nog veel mooier is, dat de centralist kan aansluiten bij een debriefing. Op het district vindt er een debriefing plaats, veelal van een incident, zeker als het een groter incident in ieder geval is. Ja. En daar kan die centralist van toegevoegde waarde zijn. Voor de centralist zelf, omdat hij ook het incident kan afsluiten. Maar B, tegelijkertijd ook voor de collega's van straat, die misschien wel vragen hebben aan die centralist. Ja. Wij hebben veel vragen binnengekregen over het werken bij de meldkamer. Laten we eens beginnen bij het begin. Wat voor mensen werken er op de meldkamer? Is iedereen, want jij zei net al dat dat niet zo is, maar moet je executief politieagent zijn? Moet je politieachtergrond of ervaring hebben? Nee, we veranderen als politieorganisatie. Overal in de maatschappij zien we op dit moment dat overal wordt personeel gevraagd. Er is een personeelstekort. Dat is ook op de meldkamer. Als we straks gaan kijken, zie je ook zo dat er niet heel veel mensen deze diensten in dienst zijn. Dat echt de minimale bezetting er zit. Dus iedereen kan solliciteren. Sterker nog, dit wordt nu in juni 2023 opgenomen. Ja. Deze maand gaat er een vacature open voor centralist van de meldkamer. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kom vooral kijken op de website kombijdepolitie.nl. En mocht je geïnteresseerd zijn, dan bij deze van harte uitgenodigd om te reageren. Ja. Maar realiseer je wel met wat voor werk je te maken gaat krijgen. We hebben het eigenlijk al over twee competenties dan vooral gehad. Hè. Je moet natuurlijk ontzettend taalvaardig en communicatief sterk zijn en stressbestendig. Zou je daar nog iets aan toe willen voegen? Zeg maar, aan wat voor profiel je nou moet voldoen om een goede centralist te zijn? Wat je in ieder geval moet kunnen doen is dat je snel moet kunnen schakelen. En je moet beslissingen durven en kunnen nemen. Want dat is zeker bij de intake is dat echt bepalend. Ja, en als gezegd, die hectiek, dat zijn sowieso zaken die in ieder geval in jouw voordeel zullen zijn. Het is ook best een lange opleiding die je ingaat. Want uiteindelijk ga je een opleiding in van 40 weken. Zo. Dus een fulltime opleiding. Waarbij je op de academie, onderricht wordt. Je gaat uiteindelijk ook op de meldkamer zelf begeleid worden door een coach en door begeleiders. Die eigenschappen zijn zeker in je voordeel. Ja, en heb je al ervaring in vergelijkbare beroepen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als jij bijvoorbeeld zegt van ik ben centralist bij een beveiligingsbedrijf. Ja, dan heb je toch iets voor als iemand die uit de detailhandel komt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat diegene uit de detailhandel minder kwaliteiten heeft als die centralist van een beveiligingsbedrijf. Ja, en wat voor vakken of hoe ziet die opleiding er verder uit? Kan je daar iets over vertellen? Krijg je bepaalde vakken of is het
Hij gaat sowieso onderricht worden in een stuk politie, een stukje wetskennis wat je mee gaat krijgen. Je gaat onderricht worden, zeker op ons gebied, met de systemen waar je mee te maken gaat krijgen, de werkzaamheden. Ja, het is een heel breed palet. Kijk, vooral op de meldkamer komt eigenlijk ons basiswerk juist heel ver naar voren. Hulpbehoeven aan hen die dat behoeven. Ja, dat is een heel ruim begrip. Is dus ook moeilijk, moeilijk te gieten in bepaalde onderwerpen. Er komt altijd natuurlijk weer net iets naar voren wat je net niet leert op een academie. Ja, waar je dan vervolgens op dat moment zelf je improvisatie moet loslaten. Ik bedoel, op het academie zullen ze je niet leren. Je gaat naar Rotterdam, daar krijg je te maken bijvoorbeeld met 174 nationaliteiten. Ja. Realiseer je, 174 nationaliteiten die allemaal bellen naar datzelfde telefoonnummer als ze in paniek zijn. Ja. Ik spreek geen Duits, ik spreek geen Engels. Of ik spreek Duits, ik spreek Engels. Oh wel. Ik spreek geen Pools en geen Roemeens. Nee. Geen Russisch. Niet Slavisch. Weet je, maar ook die mensen bellen. En dat wordt de uitdaging. Ja. Als een Pool belt in paniek, want dat is de eigenschap. Iemand die in paniek is, gaat in zijn moerstaal praten. Ja. Ja, daar kan ik geen patat van bakken. Nee. Dan moet je, ik bedoel, de academie zou je dan niet leren hoe je dan moet handelen. Dan komt even een stukje creativiteit om de hoek kijken. Jij zei net aan het begin van de podcast al even iets over dat je verschillende dingen doet. Je bent niet alleen centralist. Je werkt ook bijvoorbeeld nog bij de mobiele eenheid tijdens grote inzetten. Kan je wat meer vertellen over wat voor specialismes of neventaken, functies er zijn? De meldkamer. We hebben bij grote evenementen voetbalwedstrijden. Om daar een voorbeeld te nemen, nemen de Kuip. Op het moment dat daar grote wedstrijden worden gespeeld, krijgen we inzet van de mobiele eenheid. Dus daar worden dan verbindingsspecialisten ingezet. Als centralist zit je dus onder andere ook bij de pelotonscommandant. Dat doe je aan beeldoordeel besluit. In dat proces doe je mee. We hebben centralisten die op de Kuip zelf werken, binnen het stadion. Dus daar zijn ook centralisten actief. En dan hebben we nog eens een keer grootschalig bijzonder optreden, SGBO's. Een staf waar ze dan bij aansluiten. Dus ja, die veelzijdigheid maakt het werk nog veel leuker. En tegelijkertijd betekent dat ook dat je eigenlijk dichter bij de operatie als centralist kan je bijna niet komen. Het dossier. Zou jij ons eens kunnen meenemen in een zaak of een incident die indruk op jou heeft gemaakt? Wat ik net al zei, ik kwam al een keer voorbij, hè, een klein kindje wat belt. Ik kan me een incident herinneren waarbij ik een jongetje aan de telefoon heb gehad die belde dat zijn vader en zijn moeder ruzie hadden. En die was naar buiten gevlucht. En ik kan me nog herinneren dat het ergens in de herfsttijd was. Dus het was echt niet zo warm ook meer. Maar blijkbaar was de paniek zo groot dat hij gewoon echt naar buiten was gerend. Nou, hoe oud ben je dan? Het was een mannetje van een jaar of 6, 7. En hoe die dan buiten stond. Ja, op zijn blote voetjes. In zijn onderbroekje. Ja, dat kan niet. Ik bedoel, dan gaat niet mijn professionele hart doet dat wat met me. Maar ook als vader. Ik bedoel, zie je het jezelf al overkomen dat jouw kind huilend naar buiten rent met een telefoon in zijn handen. 112 gaat bellen en vragen of jij hem wil komen helpen. Ja. Nee, dat is moeilijk. En ik denk dat je ook best wel cultuursensitief. En ook wel echt, je moet wel flink gewoon kennis hebben van de samenleving en de maatschappij en de tijd waarin we leven. Als het gaat om wat voor dynamieken er spelen, is er sprake, gaat dit om huiselijk geweld of eerwraak? Zitten hier nog andere motieven of de onderliggende dingen in die je er niet meteen 1, 2, 3 uithaalt? Dat lijkt me best wel een uitdaging ook. Het is ontzettend moeilijk. Ik ben niet inhoudelijk op de hoogte van alle culturen. En dat is enerzijds misschien een handicap, maar dat kun je ook niet van mij verwachten als centralist. Ik heb zo'n breed palet. Wat vooral interessant is, dat voor allerlei zaken zijn overal instanties voor die zich daarmee bezighouden. Maar welk telefoonnummer belt men als er wat aan de hand is op straat? 112. Ja, en dan zijn wij er dus van. En zullen wij dan vervolgens moeten gaan beoordelen, zijn wij als politie noodzakelijk
Of kunnen we onze diensten aanbieden? Of moeten we doorgeven aan een andere instantie? Of is het uiteindelijk helemaal geen politie inzet? Ja. Dus de veelzijdigheid van onze eenheid, ja, dat is dan nog eens een keer het cashje op de taart. Ja, volgens mij is het overduidelijk voor alle luisteraars hoe trots jij bent op jouw job. Ja, en ik denk ook dat het hoog tijd is om daar eens even te gaan kijken. Nou, laten we gaan. In het veld. En met de magie van wat editing staan we in één keer midden in de meldkamer. En moeten we dus ook niet te hard praten? Nee, zeker niet. Ja, we zitten hier echt op dit moment in de hart van de hulpverlening die op dit moment gewoon ook letterlijk om ons heen plaatsvindt. Ja. Als ik zo om me heen kijk, dan zie ik ontzettend veel schermen. Ik zie politieuniformen, maar ik zie daar ook andere uniformen. Nou, daar heb je natuurlijk al wat over verteld. Waar zijn we nu? Wat gebeurt hier allemaal? We staan nu, als gezegd, echt letterlijk in het hart van de hulpverlening. Hier staan we echt op de meldkamer waar alle meldingen binnenkomen. Zowel via 112 als via de ketenpartners, via het 0900-nummer, hè, wat we al eerder hebben aangegeven. En we hebben hier verschillende afdelingen bij elkaar zitten. In eerste instantie de collega's die de 112 aannemen, de intake. En alle telefonie ontvangen die bestemd zijn voor de meldkamer. Dat is ook de interne telefonie van de collega's. 112 politie, wat is de locatie van uw noodgeval? En hij weigert mee te werken, hè, met de papieren. Ik durf jou niet te zeggen hoe lang het duurt, maar we komen zo snel mogelijk. Maar ja, mocht er nou iets veranderen, bel dan 112 terug. Oké, hele fijne dag meneer. Tot ziens. We hebben ook de collega's die op de uitgifte zitten, dus die de eenheden aansturen op straat en hun de incidenten meegeven. En daarbij ook de instructies meegeven afhankelijk wat voor type incident het is. En je kan je voorstellen dat een geluidsoverlast een andere benadering nodig heeft als een schietpartij. Dat. En al die incidenten die geregistreerd worden en gelogd worden, worden vervolgens weer gescand door de collega's van het Real-Time Intelligence Center. En dat zijn eigenlijk informatieregisseurs die dus de incidenten scannen van is het adres bekend, personen die genoemd worden in het incident, komen die bij ons voor in de politiesystemen, et cetera, dat soort zaken. Met als doel uiteindelijk dat iedereen zo veilig mogelijk kan werken op straat. Dus veiligheid collega's komt altijd op de eerste plaats. En dus dat we ook kunnen inschatten met wat voor situatie we te maken kunnen gaan krijgen. Dat is vooral de basis. Ja. Zijn er ook hiërarchische verschillen tussen de collega's, de leidinggevende, of hoe werkt dat? Ja, we hebben hier altijd op de meldkamer 24-7 aanwezig de HOVDP, de hoofdofficier van politie. Daarnaast hebben we een OVD-OC, de officier van dienst meldkamer. Op het moment dat de melding opgemaakt wordt, gaan wij eenheden aansturen en zolang de OVD van het district nog niet ter plaatse is. Dus dat is de officier van dienst? De officier van dienst van de politie? Van de politie op straat. Ja. Is de OVD-OC leidend. Dus dat is dan de officier van dienst van de meldkamer? Exact. Okay. Ja. En die staat dan weer in verbinding met de officier van dienst politie op straat. En die kunnen dan vervolgens afstemmen wat is de laatste informatie en kunnen zo die processen door elkaar worden overgenomen. Ja. Nou, uiteindelijk hebben we ook een ACO-OC op de meldkamer zitten. Die zorgt ook vooral voor de aansturing. Welke incidenten wel eventueel noodzakelijk zijn of niet hoeven uitgegeven te worden, bijvoorbeeld. Ja. En in ieder geval zorgen dat alles ook daar waar mogelijk, binnen de tijd die daarvoor staat, uitgegeven wordt. Maar ook daar hebben we het al eerder over gehad. Hè. We krijgen meer meldingen als dat we in de praktijk af en toe aan kunnen. Ja. Dus er komen wel eens meldingen in de wachtrij. Ja. Want er wordt nu gewoon lekker gekletst. Volgens mij is de sfeer vrij ontspannen. Tegelijkertijd waren we net even een bakkie aan het doen. En toen was het wel van, jongens, even je waffel houden. Ja. Hoe gaat dat er hier aan toe? Is het vaak heel serieus of is het ook vaak vrolijk? Daar waar het kan, is het ook vooral ontspannen. En is dat ontzettend belangrijk. Het is ontzettend intensief werk om de telefoon hier aan te nemen. Het is niet een doorsnee callcenter wat we zijn. Let wel, op het moment dat de telefoon overgaat, moet die centralist echt van 0 naar 100 in één keer schakelen. Ja. Het kan zomaar zijn dat je iemand volledig in paniek aan de telefoon krijgt. Iemand die volledig in paniek staat te schreeuwen dat er wordt ingebroken of er is een overval gepleegd. Of iemand die gewoon heel erg in de emotie zit en verschrikkelijke frustratie-emotie heeft. Ja. Omdat de buurman een vuilniszak heeft omgetrapt en dat is al voor de 10.000ste keer deze week. Ja. Dan is het wel voor jou als intekenzaak om sowieso duidelijk te krijgen wat is er nou precies aan de hand.
wat wordt er van ons verwacht? En ook nog misschien de afweging, is het überhaupt een taak van de politie? Ja. Want uiteindelijk komen alle soorten vragen komen hier binnen op de meldkamer. Ja. Je hebt dan dus eigenlijk je eigen werkstation met 3 schermen waarin allerlei applicaties openstaan. Maar ik zie ook lampjes. Hoe werkt het met die lampjes? De lampjes geven aan dat je in ieder geval van blauw bent, uiteraard. En op het moment dat er een gesprek plaatsvindt, wat we hier om ons heen zien, kan het zijn dat of een post bezet is, maar niet in gebruik. Maar het kan ook zijn dat er dan een gesprek plaatsvindt. Dus het is gewoon meteen op lampjes herkenbaar. Dan kan je zien of iemand wel of niet aanspreekbaar is, om het zo maar te zeggen. En ja, we hebben inderdaad in eerste instantie wel 3 grote schermen staan. Maar in die schermen, daarin zitten we ook nog eens een keer in schermen te werken. Ja. Dus gemiddeld zit een centralist echt wel in een scherm of 6. Ja, en voor zover je daarover kan vertellen, wat voor systemen heb je dan allemaal? We hebben sowieso 1 centraal systeem waar alle incidenten in geregistreerd worden. En dat is het gemeenschappelijk meldkamersysteem. En in dat systeem werkt tegelijk ook de kolom van de brandweer en de kolommen van de ambulancedienst werken daarin. Om dat heel snel samen te vatten, uiteindelijk is het de bedoeling dat alle hulpdiensten hetzelfde plaatje gaan krijgen op het moment dat er een melding opgemaakt wordt. Mm-hmm. Dus als ik van de politie een intakemelding krijg van een aanrijding met gewonden en een beknelling, betekent dat de ambulance geactiveerd moet worden voor de gewonden, ja. Maar ook de brandweer moet geactiveerd worden, want die zal mogelijk de beknelling moeten openknippen. Ja. En dan vraagt de intake uit, die kan meteen in het incident de brandweer en de ambulance aanvinken voor zover dat systeem het niet automatisch al doet, want er zijn een aantal meldingen waarbij dat automatisch gebeurt. En zo zijn zij dus meteen op de hoogte en zitten we tegelijk met dezelfde informatie. Ja. En dat is de kracht van een gemeenschappelijke meldkamer. Ja. En met wat voor systemen werk je nog meer? Verder hebben we uiteraard een plattegrondsysteem, omdat we dan de voertuigen ook in real-time kunnen zien rijden. En dat is niet om vervelend te willen zijn als de collega's bijvoorbeeld trek hebben en onderweg even stoppen bij een Mickey bijvoorbeeld. Maar het gaat vooral om te kunnen zien welk voertuig het dichtst bij een prio 1-melding zit. Ja. Een melding die dus echt hoge urgentie heeft. Dat we meteen het voertuig wat er dichterbij zit kunnen inzetten. Wel afhankelijk wat voor rol het voertuig heeft. Ja. En als ik nou met mijn portofoon aan de wandel ga, kan je me dan ook zien? Ja, op het moment dat jij gaat wandelen met je portofoon en je bent op de juiste wijze aangemeld in de systemen, dat kunnen we dus zien. Dan kan ik jou eigenlijk volgen op het moment dat jij straks bij wijze van spreken terugloopt naar het doelwater. Dan ben jij gewoon over het scherm te volgen. Ja. 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 Wat ik al eerder zei, het allerbelangrijkste daarin is gewoon de veiligheid van de collega's op straat. Ja. Jullie zitten op een waanzinnig mooie plek met een fantastisch uitzicht. Is er ook nog nagedacht over hoe de indeling, zeg maar, van deze, ja, het is eigenlijk een soort vleugel, hè? Ja, we zitten eigenlijk in een ronding van het gebouw. Nou, iedereen weet natuurlijk, hè, de meldkamer zit dus op dat World Port Center en we zitten in de ronding van het gebouw. Dus als we naar buiten kijken, kijken we zeegat uit eigenlijk. Ja. En hebben we deels zicht op de Euromast, Erasmus Medisch Centrum. Het gebouw is zoals het is in de meldkamer, hebben we daar ingepast. En zoals je ook ziet, is dat ook best wel druk. Ja. En is het dus inderdaad zaak dat op het moment dat er dus echt gewerkt wordt, dat het dan ook echt stil is. Want vooral, en dat is een beetje technisch, maar de externe ruis voor een centralist is heel vervelend. Ja, ik kan me voorstellen. Om afgeleid. En dat is zeker als je echt heftige gesprekken hebt, en die komen voor. Dan moet je echt alle focus hebben op dat gesprek. Ja. Ja. Hey, en wie is hier nou op dit moment de baas? De HOVDP. De HOVDP. De HOVDP heeft uiteindelijk de eindverantwoording. Ja. Maar goed, het is natuurlijk allemaal trapsgewijs is dat weggezet. Ja. Waar ook ongetwijfeld heel veel mensen in geïnteresseerd zijn. En daar zouden we een aparte podcast over kunnen maken. Maar daar wil ik het toch even kort met je over hebben. Hoe gaat het nou op het moment dat er echt bommen en granaten, gigantische incidenten, waarbij de hele wereld qua hulpdiensten wordt ingefluisterd. Wat gebeurt er dan? He, want mensen kennen de term een beetje rode knopalarm of weet ik veel wat, maar hoe gaat dat? Want dan krijgen jullie in één keer een zee van telefoontjes. Als ik het ga vertalen naar een praktijkvoorbeeld, met name uit het buitenland, laten we dan misschien het makkelijkste voorbeeld de aanslag in Parijs, de Bataclan. Ja, maar het zou natuurlijk ook een neergestort vliegtuig in de binnenstad kan, kunnen zijn. Dat kan, of niets, hebben, de Bijlmer hebben we dat ook gehad. Ja. Op het moment dat zoiets gebeurt, Turkish Airlines heeft dat met name een aantal jaren terug plaatsgevonden, 2009 bij Amsterdam. Dat genereert honderden telefoontjes. Ja. Wat je dan vaak ziet is dat de communicatie dan dus een probleem gaat worden. En zeker ook voor ons als hulpdiensten onderling. Ja.
Want mensen gaan bellen om te zeggen waar een toestel is neergestort. Iedereen gaat het zeggen vanuit zijn eigen standpunt. Dus de locaties kunnen verschillen. Ja. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Ja, en dat kan zelfs zo zijn dat als er een vliegtuig neergestort is, dat mensen vervolgens ook elkaar gaan bellen van ik weet dat Piet in het vliegtuig zit. Ja. Is alles goed met Piet? Ja. Dus een hoop telefonie. Daar gaat de intekers heel erg snel in scannen van wie heeft relevante informatie, wie niet. Ja. En dan wordt uiteindelijk vanuit de regie gaan we aansturen aan eenheden. Ja, en dan wordt echt alles ingezet. Want op het moment dat zoiets gebeurt, een vliegtuigongeval, dan gaan rood en wit, zoals wij noemen, brandweer en ambulance gaan rijden. De Koninklijke Marechaussee gaat mee, zeker als het op de luchthaven zelf gebeurt. Want daar is de KMAR in feite leidend. Ja. Dan gaan we echt van 0 naar 100. En dan gaan jullie ook met andere meldkamers eventueel samenwerken, toch? Als daar sprake van is? Niet als het incident op ons eigen gebied plaatsvindt. Ja. Want dan blijft het vooral binnen de eenheid. Dan zijn wij als eigen eenheid leidend. Maar mocht het zijn met een ander voorbeeld, dat we bijvoorbeeld een achtervolging hebben die in de botlek begint en we gaan uiteindelijk richting België, dan gaan de meldkamers het gesprek leiden daar waar we in het gebied rijden. Ja. Dus ga ik het gebied van Rotterdam uit en ga ik naar Brabant toe, zal Brabant uiteindelijk het leidende meldkamer zijn. En zo kunnen we doorrijden richting België. Ja. Dus dan krijg je een haasje over in feite. Ja. Zullen we eens heel kort van die kant naar die kant lopen en even stapsgewijs bekijken wie waar zit en wat er gebeurt? Ja, laten we doen. Nou, dan beginnen we bij het begin en dat is een soort commandokamer. Daar lijkt het zoiets. Ja, daar lijkt het op. In dit geval, deze ruimte heeft twee functies. Het is een opleidingsruimte voor de centralisten. Ja. Want op het moment dat je hier op de meldkamer komt te werken, moet je uiteraard opgeleid worden. Ja. En daar is deze ruimte dus voor in gebruik. En tegelijkertijd is dit ook een uitwijkruimte voor een andere meldkamer. Op het moment dat er een storing ontstaat, bijvoorbeeld in de systemen, hè, dat kan al eenmaal, we werken met een hoop techniek, dan moet men uitwijken. En dan heb je een uitwijkprocedure en dan komt de andere meldkamer over en dan kunnen ze hier zitten, waardoor hun werk gewoon door kan blijven gaan. Ja. Wat houdt dat in die tussentijd? Dat zij verhuizen. Andere meldkamers vangen hun meldingen en incidenten op. Oh ja. Dus daardoor. Dus het is echt een soort extra ruimte naast de. Naast het reguliere werk van de eenheid Rotterdam. Ja. Ja. Top. Dus de burger blijft altijd gewaarborgd dat die telefoon altijd opgenomen blijft worden. Ja. En terecht. En terecht. Ja, precies. Zullen we verder gaan? Ja, laten we dat doen. Ja, oké. Okay. En dan de echte meldkamer. Ja, en hier lopen we dan binnen op de meldkamer zelf. Ja. Waar hier dus alle onderdelen zitten. Hè? Het RTIC, de HOVDP, de meldkamer zelf met de ACO, de OVDP en eigenlijk de allerbelangrijkste mensen, de centralisten zelf. Allemaal afkortingen. Allemaal afkortingen, allemaal politietermen. Ja, het is voor ons eigenlijk, maar ja, dat weet je zelf ook, zo'n gewoonte geworden. Maar we staan nu eigenlijk aan de kant van het RTIC. Ja. Real-time intelligence center, oftewel informatie. Informatie, kan ik dat zo omschrijven? Ja, absoluut. Ik kan het bijna niet beter doen. Het zijn informatieregisseurs. Zij scannen dus de incidenten die opgemaakt worden door de collega's van de intake. En zij gaan dus kijken van, is een adres bij ons bekend? Zit er gevaarzetting op? Dat soort zaken. En die belangrijke informatie wordt uiteindelijk gedeeld met de collega's op straat. Ja. Wat we al vaker zeggen en dat ook eigenlijk steeds terugkomt. Regel 1 voor onszelf is de veiligheid voor de mensen op straat. Wij zijn hier degene die wel onze collega's naar een heftig incident of neem bijvoorbeeld een steekpartij of een schietpartij gaan sturen. Dan is juist die informatie zover mogelijk te krijgen ontzettend belangrijk. Ja. En als daar een agressieve hond op een erf loopt of zo, dan is dat prettig als bijvoorbeeld, dat bekend is. Dat je dan in ieder geval ook weet, en als we dan nog eventueel nog een ras weten benoemen, zou het helemaal mooi zijn. Dus weet je, elk stukje informatie maakt die puzzel completer en duidelijker voor de collega's. Uiteindelijk probeer je het plaatje wat die centralist in zijn hoofd heeft te vertalen naar de collega's op straat. Ja, en dat is eigenlijk het moeilijkste proces. Even een gewetensvraag voor jou. Heb je nou, want als het gaat om politiewerk, dan zijn het vaak de collega's op straat die de politie vertegenwoordigen. Terwijl, zelfs onze politiechef die omschrijft de meldkamer echt als het hart van de organisatie. En ik denk dat we dat aan niemand die nu naar deze podcast luistert hoeven uit te leggen. Nee. Voelt het wel eens frustrerend dat je denkt van, hey, vergeet de meldkamer niet jongens, wij doen ook belangrijk werk? Soms, maar ik snap het wel, want weet je,
De hulpverlening begint op het moment dat de telefoon hier opgenomen wordt. En of dat nou via 112 is, of dat er een telefoonlijn doorgezet wordt via de collega's van 0900 8844. Hè, want ja. Die krijgen, zoals eerder gezegd, gewoon echt spoedmeldingen binnen. Maar ik snap dat het publiek uiteindelijk gewoon die politieman of vrouw wil zien. Ja. En ook visueel wil kunnen aanspreken. Of iemand kunnen vastpakken van, mijn kind, help. Ja, ja, ja. Dat soort emoties. Ja. En uiteindelijk zie je, zeker als bij een inbraak heet de daad bijvoorbeeld en we vangen een dief, dat je dan ook het hele proces samen ziet komen. De intake die je de melding heeft opgenomen, het signalement heeft uitgevraagd, de regie die een eenheid of meerdere eenheden aanstuurt, die komen daar te plaatsen. Stel het gebeurt ook nog eens een keer in het gebied van cameratoezicht, ja. Want ook die beelden hebben we hier natuurlijk, zoals gezegd, op de meldkamer, die hebben dan eens een keer een beelden erbij. En we vangen dan een boef, ja, dan zie je dus hoe het hele proces als een puzzel in elkaar valt. Ja. Dat is kicken. En als jullie dan horen, ja, verdachte aangehouden, gaan dan hier de high fives ja, die gaan echt omhoog. Ja. Ja, er wordt ook nog wel eens gejuicht. Van, ja, yes. Ja. Ja, echt. Ja, je ziet echt dat we het echt samen doen dan. We hebben hem. Ja. We hebben hem. Mooi. Nou, en hier komen we dan op het uitgifteproces. Ja. Hier moet ik echt wat zachter gaan praten, want ja, hier zitten we echt midden in de actuele operatie. Dit is waar de collega's met de collega's praten? Dit zijn de collega's die de collega's contact hebben op straat. Ja. Hier hebben ze dus echt het contact, de aansturing. En wij hebben hier vanuit de meldkamer ook altijd contact met alle collega's. Oh ja. Dus ook met de collega's in Burger, ook contact met de collega's van het AT, van de DSI, alle onderdelen van het politiewerk, ja. Die komen uiteindelijk toch altijd op de lijn met de meldkamer. Ja. Maar het is gewoon echt serieus werk. Je moet echt je focus erop hebben en dus vandaar dat wij altijd zoiets hebben, externe ruis, ja. Zo min mogelijk. Dus ja. Laten wij gauw een deurtje verder gaan. Gaan we gauw verder. Nou, en hier komen we dus aangelopen op het andere gedeelte van de meldkamer. Of eigenlijk het deel waar de ambulancedienst en de brandweer zitten. Ik zie verschillende uniformen inderdaad. Verschillende uniformen. Ja. Om het niet ook te ingewikkeld te maken voor de luisteraar. De gemeenschappelijke meldkamer bestaat dus uit de politie en uit twee veiligheidsregio's. En die veiligheidsregio is de regio Zuid-Holland Zuid. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En die veiligheidsregio's zijn onder andere ook weer verantwoordelijk voor de aansturing en instandhouden van de brandweer en de geneeskundige hulpverlening. Ja. Nou, en die zitten hier op deze meldkamer. Je ziet ook dat het aantal collega's in hoeveelheid afneemt. Dat is een goed teken, ja. Want dat betekent ook dat zij het in verhouding minder druk hebben als wij bij de politie. Ja. Zeker als je de mensen van de brandweer ziet zitten en dat in vergelijking zet bij ons, ja. Is het bij ons een stukje drukker. Hoe gaat dat er hier collegiaal gezien aan toe? Want die uniformen die suggereren natuurlijk dat het echt wel drie hele verschillende teams, verschillende eilanden zijn. Tegelijkertijd maak jij met iedereen een praatje en kent iedereen elkaar? Die blauwe collega weet echt wat een rode collega doormaakt bij zijn intakegesprek. Ja. Dat geldt zeker bij de ambulancedienst. Ik bedoel, realiseer je. Die krijgen niet anders dan continu medische meldingen binnen. Ja. Dat doet ook wat met de mensen zelf. Echt heftige incidenten krijgen ze te verwerken. Meldkamer ambulancezorg, wat is het adres van een noodgeval? In welke plaats bent u? Heeft u van mij een straatnaam? Wat is de street name? En de house number? Ja. And are you thinking about killing yourself? Okay. So listen, I'm sending the ambulance at you and the police is coming with you. Dus er is ook echt wel oog voor elkaar. Op het moment dat iemand eventueel niet lekker in zijn vel zit, dat er ook wel even, joh, hoe gaat het met je? En in het erge geval wordt zelfs nog een oplettende collega die dan in staat is om te zeggen van, ik loop naar een chef van jou en je zegt, joh, Piet heeft een heftig incident gehad. Ja. Misschien wel TCO waardig. Ja. Want niet alleen wij hebben TCO, team collegiale ondersteuning. Die hebben ze zowel ook bij de ambulancedienst als bij de brandweer. Ja, precies. Tot slot, achter ons, maar we zijn er ook al een paar keer langs gelopen, staan er echt grote schermen. Waarvoor, toevallig staat die achter ons nu uit, maar waarvoor zijn die schermen? Die schermen zijn in ieder geval voor lopende incidenten die we nog eens een keer op grote schermen kunnen monitoren. En wat ik al eerder zei, in het voorbeeld met die diefstal heet daad, cameratoezicht die we natuurlijk door de hele stad heen hebben. En ja. Op Zuid, en we hebben in Schiedam en in Dordrecht camera's. Ja, die beelden kunnen allemaal doorgezet worden naar de meldkamer hier.
Overigens geldt het ook voor de beelden van de RET, dus de metrostations en dat soort zaken. De helikopter? Allemaal, de heli, uiteraard. En dat gebeurt zelfs eventueel met bodycams. Dus je ziet ook dat de meldkamer dus uiteindelijk ook steeds meer meegaat eigenlijk letterlijk in het incident. Ja. We staan eigenlijk vooraan. Ja, tof. Ja. Wij gaan terug naar de studio. Tot zover deze aflevering van de politiepodcast Boeiend. Mark, mag ik jou ontzettend bedanken dat jij hier te gast hebt willen zijn. Heel graag gedaan. En dat wij achter de gesloten deuren van het World Port Center naar binnen mochten om te kijken bij jou op de werkvloer. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van het uitzicht. Het uitzicht, maar ook het werk. Want ik vind het echt een bijzondere club en een bijzondere afdeling. En het is ontzettend belangrijk voor het werk wat wij doen. Absoluut. Dus tof dat jij hier was. Heel graag gedaan. Volgens mij rest ons nog één ding. En dat is jou de gelegenheid geven voor het laatste woord. Heb jij nog een boodschap voor de luisteraars? Nou, misschien dat ik er een paar heb. Punt 1, als luisteraar, wees je ervan bewust wanneer je 112 belt. 112 echt altijd bellen voor een ongeluk met gewonden, brand, woning, noem maar op. Maar ook een verdachte situatie vooral. Als je iets niet vertrouwt en je onderbuikgevoel zegt, het klopt niet, bel gewoon 112. En wat ik in de podcast, wat we al voorbij lieten komen van de vacatures. Je bent van harte welkom om bij ons te komen werken. Dus ga naar kombijdepolitie.nl, zoek de vacature op, kijk wat de voorwaarden zijn. En wie weet gaan we elkaar in de toekomst tegenkomen. Hey, hartstikke bedankt dat jij hier hebt willen zijn. Heel graag gedaan. Nogmaals dank voor de uitnodiging. Vond het leuk om te doen. En ik vond het leuk om jouw verhaal te horen. En jij als luisteraar, ja, hartelijk bedankt weer voor het luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend de Podcast. De afleveringen in deze hoedanigheid die verschijnen 1 keer in de 2 weken op YouTube, Apple Podcast of in Spotify. We gaan wel bijna naar de zomerstop toe en volgens mij hebben we er nog 2 hierna. Maar wel nog hele leuke afleveringen, waaronder Henk van Essen, de eindbaas van de politie. Dus bedankt voor het luisteren en we zien elkaar in de volgende podcast. Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt. Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explosie van het AT gaan.